En na de zware regens van de afgelopen dagen zijn enkele delen van het district Para blank komen te staan. De plantage Vier Kinderen en Bersaba is een deel van de weg weggespoeld. Bewoners van plantage Berlijn zeggen dat hun percelen na jaren helemaal onder water waren. Volgens waarnemend districtscommissaris van Para, Witprakash Julumsing, zit Suriname in de grote regentijd. Verder moet ook rekening gehouden worden met de klimaatverandering in de wereld. We merken niet alleen Suriname, dat in diverse landen ook je momenten hebt, periodes hebt, dagen hebt, waarbij je meer neerslag krijgt dan normaal gemiddelde neerslag. Dat betekent dat je een infra hebt die berekend is op een bepaald hoeveelheid neerslag die altijd te verwachten was. En we nu in een bepaalde periode veel meer neerslag krijgen, dan krijg je dit soort situaties. En dat hebben we dan gehad, een paar dagen terug. Maar gelukkig zien we dat het water wel snel is gaan dalen, het is weggetrokken. Als de weerschoden beter gezind is, dan zal de situatie wel sneller herstellen. Dezelfde dag hebben we contact gehad samen met DC Jurel, die ondanks zijn verlof ook bereid is geweest om zijn krachten te blijven geven. Samen met het managementteam van Para hebben we ook contact gemaakt met het ministerie van Openbare Werken. OW is geweest, de opnames zijn gemaakt. En zodra de weerschoten betersgezind zijn, zal die aanpak sowieso blijven. Dus die afspraak hebben we vanmorgen nog gemaakt. De minister heeft de opdracht toegegeven aan de directie om zaken aan te pakken. En daar waar wat lateriet moet aangevoerd worden, moeten we wel wat droog materiaal hebben. Dus dat moet wel in een gunstige situatie plaatsvinden dan in de regen. DC Julumsing zegt verder dat het commissariaat nu de vinger aan de pols houdt in de verschillende gebieden. We hopen dat het niet te gek loopt. En straks met het ministerie van Openbare Werken gaan we dan zaken aanpakken. We hebben wel de weg moeten afsluiten om erger te voorkomen in ieder geval. Voor zwaar materieel boven 4 ton. En behalve problemen rondom neerslag, zijn er nog andere problemen die dat toch op zijn komen opsteken? Dat zijn eigenlijk normale dagelijkse zaken die zijn voortgang moeten plaatsvinden. Niet andere bijzonderheden, dan kijk ik richting DC Jurel. Geen andere bijzonder opvallende dan normale zaken. Aldus Witprakash Julumsing, waarnemend districtscommissaris van Para. We spraken hem na een bezoek aan enkele gebieden in Para die na de zware regens blank waren komen te liggen. De weg naar plantage Vier Kinderen kan pas aangepakt worden als het ophoudt met regenen.